Yeah, 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 Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Yo guys, prachtige dag. Het is nu 6:15 AM. Ik sta hier op het strand van Miami Beach. Net wakker geworden. Het is niet zomaar een dag. Ik ben voor een Amerikaan officieel volwassen. Ik ben namelijk 21 geworden en ik dacht, ik neem je vandaag gewoon heel even kort mee om even wat dingen vanuit mijn hart te vertellen. Ik weet dat jullie deze raw shit gewoon het hardst vinden. Zoals je weet ben ik heel open over dingen die ik over business deel en dat soort shit. En ben ik best wel gesloten over mijn privéleven, wat ik precies doe, waar ik precies ben. Ik krijg vaak bericht van, joh, was je weer in Singapore? Of, waarom was je daar? We zijn nu dus in Miami, net vanaf Colombia gekomen. En heel bijzonder hier. Dus wat we gaan doen is, we gaan even kort, ga ik even wat stretchen hier. Doe mijn oortjes in, luister even naar wat relaxe muziek. En ik laat gewoon even het hele afgelopen jaar gewoon even door me heen gaan. Er is veel gebeurd. Ik ben op veel plekken geweest. Ik heb veel fouten gemaakt. Ik heb heel veel geleerd. Weet je wint of je leert. Fouten en verliezen bestaat niet in mijn optiek. De enige manier om te verliezen is door niet te proberen. En door zielig vanaf de zijlijn staan toe te kijken. Dus ik laat het even allemaal door me heen gaan. Ik heb gesprekken met mezelf. Omdat als jij niet de juiste gesprekken hebt met jezelf. En je kan jezelf niet recht in de ogen aankijken. Dan ga je nooit groeien. Dus dat is wat ik even ga doen. Ik ga er even zitten. Zoals je ziet, er is bijna niemand. Er zijn daar wat guys achter aan het sporten. En ik neem jullie mee. Yo guys, ochtend gestart op het strand. We zijn nu even in de gym. Wel snel even naar beneden geweest. Heel even snel een koffertje gehaald. En het is een bijzonder jaar. Ik zat natuurlijk vanochtend op het strand. Een beetje om mezelf te reflecteren. Zieke shit gedaan. Maar ik heb echt pas het gevoel dat ik echt pas net ben begonnen met ondernemen. Ik ben nu 4 jaar bezig. Ik ben nu net 21 geworden. En ik heb gewoon het gevoel dat ik echt nog niks heb gedaan, weet je. Ondanks het feit dat we dit jaar, we zijn allemaal geweest. Bali, Dubai, Singapore, Colombia, Miami, Ibiza met mijn broertje, oma Barcelona meegenomen, mijn vader laten overvliegen naar Dubai, Abu Dhabi. Ik weet niet eens waar we al dit jaar geweest zijn. Laatst natuurlijk een mastermind in Cartagena met allemaal miljonairs en zelfs biljonairs in Spanje gehad. Mastermind in Florence gehad. In Italië dus echt lijpe dingen meegemaakt waar ik heel dankbaar voor ben. Maar toch heb ik het gevoel dat ik nog niks heb gedaan. In de zin van dat ik nog maar op dit zit van mijn potentieel. En dat is goed, weet je. Het is goed om trots te zijn op de dingen die je doet. Om daarbij stil te staan op dagelijkse basis. Maar je wil altijd hongerig blijven. Comfortabel is niet wat je wil doen. Want je kan dingen bereikt hebben, maar als je comfortabel wordt, dan mis je die groei. En ik ben er persoonlijk van overtuigd dat je als man zijnde, zeker als je ambitieus bent, gewoon constant die next thing moet zien. Grateful moet zijn met wat je hebt, maar altijd streven naar meer. Dus dat is wat we doen. Maar ik moet zeggen, Miami verrast me positief. Ik wou er al langere tijd heen. En ik ben natuurlijk nu een paar weken in Colombia met de Jean. Daar een beetje aan het chillen in een penthouse daar. Veel aan het werk, 14 uur per dag of zo. En op een gegeven moment zaten we een paar dagen geleden aan het ontbijt. Tenminste ontbijt, mijn eerste maaltijd. Ik ontbijt niet echt zoals je weet. Maar zaten we te eten en Thomas, waar wil je eigenlijk heen met je verjaardag? Dus ik zei, ja, wat bedoel je, waarheen? Wat eten ergens of wat dan ook. Toen zei ik van ja, we zitten natuurlijk helemaal aan de andere kant van de wereld. En wat zit er eigenlijk in de buurt? Mexico, Bahama's, Cayman-eilanden, Miami. Hey, Miami is maar 3 uur vliegen. Fuck it, ga gewoon naar Miami. Dat is Econ Freedom, guys. Dat je gewoon iets kan bedenken. Hup, 10 minuten later, boek je tickets. Boek je een van de beste hotels. En je gaat er gewoon heen. Je hoeft niet te vragen aan iemand, kan ik daarheen? Je hoeft geen rekening te houden met je fucking agenda. Want je hebt niet alleen vrijheid van geld. Je hebt ook vrijheid van tijd en van locatie. Dus dat is hoe deze spontane trips ontstaan. Ik vind dat ook gewoon tof, weet je. Nieuwe plekken ontdekken, nieuwe impulsen. Oké, werken hier wat minder, maar dingen lopen nog steeds door. Want we hoeven niet fysiek aanwezig te zijn om geld te verdienen. Dus ik maak deze sessie even af. Ik ga even knallen. En ik spreek jullie later. Oké, een paar uur later. Ik kom net van het strand. Ik heb niet gefilmd. Maar ja, ik ben hier gewoon aan het relaxen. Ik heb geen zin om dit te gaan zitten filmen. Ik ben een ondernemer, geen vlogger.
toch wil ik jullie een beetje meenemen, want ik weet dat jullie dit hard vinden. Ik laat nog ineens een tiende van mijn leven achter de schermen zien, maar toch de dingen die ik kan laten zien of wil laten zien, doe ik gewoon. Dus ik zal je eerst even de kamer laten zien. Dus als je binnenkomt, gelijk hier Miami Beach, maar die gaan we zo in real life laten zien. Hier heb je de badkamer. Hier een douche waar ik net gebruik van heb gemaakt. Zoals ik zei, lekker gechilled op het strand. Hier is het keuken. En dit is de kamer zelf. Best wel chill op zich. Redelijk simpel. Hier een bed. Hier een bureau waarin ik heb gewerkt gisteren. Tenminste, een uurtje. Dan heb je hier een soort, wat is het? Zitgedeelte. Laptopje. En hier het uitzicht met balkon. Hier hebben we een boek van Miami Beach. Het is echt wel gruwelijk Miami, hoor. Ik had het niet verwacht, tenminste. Die foto was wat minder, maar echt wel lijp om te zien dit. Echt een toffe stad. Ik heb al best wel veel gezien. Ik heb daar niet gefilmd, omdat ik niet buiten het hotel ga zitten vloggen en zo. Wil ik gewoon genieten. En dan hebben we hier een balkon met het uitzicht op Miami South Beach. Dus dat loopt helemaal zo door. We hebben ook fietsen gehuurd, zijn we even helemaal langs gefietst. Je bent er blijft natuurlijk toch geboren Amsterdammer. En zo ontdek je de stad een beetje. Wat doen de locals? Wat doen de mensen die hier echt wonen? Daar, ik weet niet of je het in de verte ziet, heb je Downtown Miami ook geweest. Gisteren nog wat bij Four Seasons gegeten. En dat is eigenlijk een beetje de kamer. En ik opende net mijn Instagram, veel DM's natuurlijk. En dan krijg ik ook veel DM's met... Yo Thomas, jij bent nu 21 jaar geworden. Ga je nu ook 21% korting geven op je Ecom Freedom coaching programma? Dan ken je mij niet goed genoeg. Dan ken je mij niet goed genoeg. Waarom zou ik dit niet doen? Waarom ga ik dit niet doen? Waarom vind ik dit bullshit DM's? Ik wil geen mensen hebben die mijn programma joinen op het moment dat ik überhaupt word toegelaten om korting. Want wat voor mensen krijg je dan? Mensen die joinen om korting. Ecom Freedom is niet zomaar even je leuke gemiddelde cursus. Je hebt de Member Talks gezien. Ons hele YouTube staat vol met Member Talks. Dit is een programma die je joint omdat je je leven wil veranderen. Omdat je voor jezelf kiest. Omdat je voor Ecom Freedom kiest. Niet omdat er toevallig 21% korting is. Ik zou je nooit pushen. Allemaal video's op dit YouTube kanaal. Ik heb het bijna niet over Ecom Freedom gehad. Ik heb nooit een call to action gedaan van... Oh, hier kan je aanmelden, komen cursus. Nooit. Waarom doe ik dat niet? Ik heb mijn geld al gemaakt. Ik heb mijn geld al gemaakt met e-commerce. Ik hoef het niet te doen. Maar ik vind het tof. Ik wil je inspireren. En de mensen die joinen, die worden toegelaten. Daar gaan we al in mee. En daarom zie je constant die resultaten voorbij komen. Omdat de mensen joinen en ze maken een commitment. Als ik kortingen ga lopen geven en zeg klik op de link en je wordt rijk en dit en dat. Wat voor mensen trek ik dan aan? Daar wil ik niet mee geassocieerd worden. En die gaan geen results halen. Right? Dus... Dat is één ding wat zeker is. Als je hier kijkt, je hoopt op een korting of wat dan ook, ga weg. Ga naar andere guys. Er zijn genoeg guys die hebben elke dag korting op een coachingprogramma. Dat is niet hoe ik wil leven. Ik wil dat als jij Ecom Freedom joint, dat je leven verandert op het moment dat je alleen al de commitment maakt, puur omdat je ja zegt tegen jezelf. Right? En dat is niet omdat er ergens een leuke korting is. Dus zoals je weet, onder deze video staat de link met meer informatie over Ecom Freedom. Als het goed is, is er op dit moment ook weer een wachtlijst, omdat we gewoon... beperkt aantal spots hebben, dus daar kan je kijken. Maar dat is gewoon een mindset waarmee je iets joint. Wil jij een leven waarin je niet verliest of wil je een leven waarin je wint? Right? Als jij de mindset hebt van niet verliezen in het leven, oh, ik ga voor de korting, de goedkoopste optie, de snelste optie, de makkelijkste optie, ga ik je één ding vertellen, dat dit hem voor jou niet gaat worden. En een goede vriend van mij belde net om me te feliciteren, wat een tof gesprek. En wat mij ook opvalt, is dat heel veel mensen heel moeilijk denken over geld. Kijk, als je ergens heel moeilijk over denkt of... denk dat iets heel moeilijk is om te krijgen, om je handen op te krijgen, dan gaat het ook heel moeilijk zijn. Als jij uitgaat naar een club en je denkt dat het heel moeilijk is om een knap meisje te regelen, denk ik niet dat jij aan het eind van de avond met een knappe Latina in bed ligt, right? Heel simpel. Dus wat je goed moet beseffen is, er zijn heel veel ugly guys die vanavond toch weer met een knappe vrouw in bed liggen. Dus als zij het kunnen, kan jij het ook. En zo moet je ook denken over geld. Er is zoveel geld. Er is zoveel geld... beschikbaar in de wereld. Ik bedoel, kijk alleen al even naar dit, ja? Kijk even wat voor geld hier staat. Je hebt strandbedjes, je hebt auto's, je hebt hotels, je hebt appartementen. Miljoenen, 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 miljarden euro's gaan hierin om. Ja, kijk naar dit land, kijk naar de wereld, wat er nu op dit moment geprint wordt. Het enige wat jij hoeft te doen, zodat je leven nooit meer hetzelfde is, is een mini, mini stukje van deze taart bemachtigen. Het is letterlijk gewoon, het is fake, het zijn wat getallen op een scherm. En als je er heel moeilijk over gaat denken, dan gaat het ook niet lukken. Luister, het enige wat jij moet doen is waarde leveren.
alles wat hier gebeurt is waarde. Oké, okay, iemand betaalt er $80 voor een strandbedje, waarde. Hey, betaal $80 in ruil voor waarde. Als jij op dit moment broke bent, als je op dit moment nog geen tof leven leidt, is dat omdat je gewoon veel te weinig waarde levert en alleen maar aan het consumeren bent in plaats van aan het produceren. Super simpel. En waarom hamer ik zo op die freedom, guys? Dat is niet omdat ik heel erg wil pronken met freedom, freedom dit, freedom dat, oh leuk, ik kom freedom het rijmt. Het is omdat je hebt een paar jaar geleden gezien hoe makkelijk ze jouw vrijheid kunnen innemen. Ja, ze doen zo en je vrijheid is weg. Jij zit binnen met een dubbel maskertje, gaat door je knieën, hup, spuikje erin. Dat is hoe makkelijk het gaat. En wat heel veel mensen denken, het is nu voorbij. Oh ja, dit was een eenmalig iets. Ze hebben gewoon getest hoe makkelijk het is om een bevolking dingen wijs te maken. Om je op te sluiten. Ze zijn achter de schermen bezig met bepaalde dingen. Als jij nu geen vrijheid voor jezelf creëert, al is het niet voor je toekomstige kind, je huidige kind, je familie. Dan ben je gewoon aan het slapen. Vrijheid is mega belangrijk. Het laatste wat je wil, is dat ze jou zo weer kunnen opsluiten. Niet letterlijk, maar ja, eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Je hebt gezien hoe makkelijk het gaat. Ik was laatst op een mastermind in Spanje, waar ik ook nog een YouTube video over wil maken. $15,000 voor betaald. Met miljonairs, biljonairs. En een van de dingen waar het daar ook heel erg om ging is, yo, dit gaat weer gebeuren. Dit gaat weer gebeuren. Misschien niet op dezelfde manier. Misschien niet onder het mom van een griepje. Maar dit soort dingen gaan wel gebeuren. Het verschil tussen rijk en de rest wordt alleen maar groter en groter. En als jij nu nog geen urgentie voelt in je leven, dat je denkt van, oh, hey, misschien heeft Thomas er wel een klein beetje gelijk in. Dan ben je oprecht gewoon zo aan het doen. Dan let je oprecht gewoon niet op. En als het dan gebeurt, dan denk je, fuck, het is te laat. Het is heel makkelijk om op een gegeven moment te zeggen van, oh, had je Bitcoin maar gekocht. Of, oh, had je Tesla maar gekocht. Of, oh, had je maar geïnvesteerd in Amazon. Maar ik waarschuw jou nu op dit moment dat het nu relatief simpel is om vrijheid voor jezelf te behalen. Het zijn relatief gezien, zijn het een paar bestellingen per dag. Of je start een marketingbureau. Of wat de fuck je ook gaat doen, weet je. Mij maakt het niet uit. Maar het ding wat ik probeer te zeggen is, op het moment dat het daar is, het systeem daar is, dan ben je te laat. Je wil skills leren van de toekomst. Geen skills van vandaag en dan helemaal geen skills van het verleden. En wat bedoel ik met skills van het verleden? Bijna alles wat je op school leert. Je leert uit oude boeken, dat zijn skills van het verleden. De wereld gaat zo snel, guys. De wereld gaat zo gigantisch snel met AI. We weten geen eens hoe snel het gaat. Heel veel banen worden overbodig. Dus als je skills van het verleden leert, dan sta je compleet buitenspel, ja? Als je skills van vandaag leert, kan, tof, maar dat gaat veranderen. En wat betreft die skills van de toekomst, dat is waar ik me op focus. Dat is waar mijn netwerk me op focus. Dat is waar we ons in Econ Freedom met de members op focussen. Je wil weten waar de markt heen gaat. Je wil weten waar de wereld heen gaat. En als jij jezelf op de juiste manier positioneert, dan gaat het gebeuren. En wat bedoel ik met gaat het gebeuren? Dan gaan de juiste dingen jou overkomen, omdat je op de juiste plek bent op het juiste moment. Maar als je nu ligt te slapen, je kan nog duizenden van dit soort video's gaan kijken, dan gaat het sowieso niks met je worden. Als jij over 3 jaar nog steeds broke bent, is het 100% je eigen schuld en sla jezelf voor je kop dat je gewoon niet alles in hebt gedaan. Oh, maar Thomas, ik heb nu een baan. Yo, als je niks verandert, heb je voor de rest van je leven een baan. Oh, Thomas, ik heb nu kinderen. Oké, wat wil je dan doen? Wil je dan 18 jaar wachten en dat je dan een keer 60 bent? En ik snap het, sommige situaties zijn makkelijker dan anderen. Tuurlijk, als jij 24 uur in een dag hebt dat je kan knallen, is het op papier makkelijker om een business te starten. Maar juist als je die baan hebt, juist als je druk hebt, juist als je van je opleiding weg wil, dat zou toch juist een motivatie, een zieke driver zijn om er nu alles aan te doen. Je wil niet weten, ik was 24/7 op de grind. Dan zeg je maar een keer wat af. Omdat ik wist, als ik nu niet slaag, zit ik straks op het fucking HBO. En zat ik nu op een gore studentenkamer in Groningen in plaats van hier in een nice hotel Miami Beach. En zit ik straks in een penthouse in Colombia. En zit ik over een paar weken weer in Dubai. En dat is niet om te pronken, maar dat is de realiteit om te laten zien dat de keuzes die je vandaag de dag maakt, jouw toekomst gaan bepalen. De keuze uit het verleden heb je geen invloed meer op. De keuzes die je nu maakt, daar wel, daar heb je invloed op. Ga wat vaker voor de moeilijke keuze. Het is het echt niet waard. Je gaat niks missen. Misschien mis je wat feestjes. Misschien mis je wat vrienden. Maar als jouw vrienden jou echt alles gunnen, dan snappen ze dat je een paar maanden voor jezelf kiest. Als je niet voor jezelf kan kiezen, hoe verwacht je dat andere mensen voor jou gaan kiezen? Ga gewoon knallen, guys. Ga gewoon knallen. Ik ben nu 21 jaar geworden. More life. Nogmaals, als je Econ Freedom wilt checken, link staat hier in de bio. Meer informatie. Staat waarschijnlijk wel een wachtlijst op. Maar ga die sowieso checken. En ik zie jou aan de winning side. Drop sowieso een like als vrijheid ook jouw nummer 1 beweegreden is. En ja man, we gaan met z'n allen naar de top. Ik spreek jullie bij de volgende video. Check de bio. Ciao.